Duurzaamheid zit volgens mij in alle bouwblokken verweven. Bij duurzaamheid denk ik in eerste instantie aan de SDG's en die zijn natuurlijk best wel heel breed. We werken hier met professionals, met mensen en het is erg belangrijk dat die goed in de vel blijven zitten. Anders kunnen ze niet het goede op de bühne leggen wat we zouden willen. Ja, ik denk bij duurzaamheid ook direct aan dat wij bijvoorbeeld in onze HRM-opleiding veel te maken hebben met een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Hè. Dus dat je daardoor een soort rijker geheel krijgt, hè. Meerdere visies op inhoud. En dat belangrijk is. Duurzamere keuze maken door de student, dat ze klaar zijn voor een nieuwe positie weer straks in het bedrijfsleven, want je gaat geen beroep meer kiezen voor 20 jaar, 30 jaar en dan blijf je zitten. Op het moment dat studenten zelf die keuzes kunnen leren maken, worden ze zelf ook duurzamer inzetbaar. Ja, ik geloof wel dat het meerdere blokken zijn, dus ze ook in verschillende volgordes kunnen. Dus ik denk ook dat dat duurzaam is. Dus dat je ook de mens het vraagstuk laat volgen. Dus je organisatie en je team op die manier in kan richten. Ja, tech en data, een hoop dingen gaan gedigitaliseerd worden. Dat verduurzaamt ook de wereld. Denk maar aan heel de papierwinkel die we met toetsing nu achter ons gaan laten door meer met de remino te gaan toetsen. Ik denk op het moment dat je meer tech en data inzet, dat je letterlijk ook met een stukje duurzaamheid bezig bent. Hè? Met heel praktisch minder printen, maar ook hoe kun je technische dingen inzetten dat er minder fysieke zorg nodig is bijvoorbeeld. Duurzaam is dat we in contact zijn met de buitenwereld, dus in co-creatie, en dat we die relaties goed onderhouden. Dus kunnen we in samenspraak met onze omgeving een leven lang leren zoveel duurzame accenten geven dat we daar continu een bijdrage aan kunnen leveren. Ook daar zijn natuurlijk nog hele slagen in te slaan, maar ik zie daar wel heel veel kansen.